Maarten van der Weijden, want die is begonnen aan zijn laatste onderdeel van de triathlon. En het is toch echt wel een prestatie die je wel onmenselijk zou kunnen noemen, hè? 200 kilometer zwemmen, om vervolgens, als je net afgedroogd bent, de fiets op te springen en 200 kilometer te fietsen. En dan vervolgens dat fietskleren weer uit te doen, de wandelschoenen onder, om nog even 200 kilometer te wandelen. Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die is daar sinds afgelopen zondag 6:30 mee bezig. Gisteren schakelden wij naar Leeuwarden toen hij de allerlaatste meters aan het zwemmen was. Inmiddels, geloof het of niet, zit de fietstocht er ook al op en zijn de wandelschoenen al aan. De laatste loodjes wegen het zwaarst, zeggen ze dan. En dus willen we maar al te graag weten hoe het met Maarten gaat. We gaan naar begeleider Marcel van der Tocht. Die is voor ons aan het vloggen. Marcel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, hoe is het daar? Ja, het gaat hartstikke goed, voortvarend. Toevallig nu net even een moment van behandeling van blaar uit voorzorg. En gaat helemaal prima. Helemaal prima, maar ik hoor ook een behandeling van blaren. Hoeveel zitten er inmiddels onder? Nou, niet zo heel veel, gewoon een enkele. Maar die worden constant behandeld, zodat we uit voorzorg dat het goed blijft gaan. Nou zien wij Maarten in de achtergrond. Is het mogelijk dat we hem even spreken? Ik ga even aan hem vragen, ogenblikje. Maarten in de uitzending. Kunnen ze je wat vragen? Oh. Ja. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen Nederland hier. Hoe is het met je? Morgen. Het gaat goed. Maar het is wel zwaar en wel heftig. Ik heb best wel veel last van blaren. Maar de eerste 50 kilometer te voet, die zitten bijna op. En nog, ik durf het bijna niet te zeggen, 150 te gaan. Zie je er tegenop? Is het nog mentaal allemaal te doen? Nou, heel eerlijk, het is wel heftiger. Dus het is lichamelijk uiteraard zwaar. En langs de kant krijg je zoveel verhalen mee van mensen die daar staan voor een reden. En dat dan ook vaak zeggen wat heel prettig is. Maar het is wel dat het allemaal samenkomt. En dat je natuurlijk ook wel de zwaardere kanten van het leven vaak hoort. Ja, want is dat juist de steun of maakt het altijd extra ballast als het ware? Nee, het is een enorme steun. Weet je, dat is ook natuurlijk de reden waarom ik het doe. Ik wil voor kankeronderzoeksfirma geld inzamelen, die elke onderzoek mogelijk maken. Dus het steunt me enorm. Maar het is ook wel weer, het is ook aan de andere kant ook zwaar dat het zo dichtbij is. Maar ik denk dat dat heel mooi is. Ik denk dat we met al die verhalen iets moois hebben samen. Mm-hmm. Maar dat het ook mooi is omdat het zwarte er mag zijn. Zoiets denk ik. En voor die verhalen, daar doe je het allemaal voor. Fijn dat je ons even te woord kon staan. Rust wat uit, heel veel sterkte en ook heel veel succes, Maarten van der Weijden. Nou kan ik me voorstellen dat u misschien wilt doneren. Dat kan als u dat wil via de link onder in beeld. mvdwfoundation.nl. Dit is toch echt bizar, hè? Dit is echt bizar. Ja, hier past maar één woord en dat is respect. Ja. Ja. Hoe zit jij er naar te kijken, Wouter? Ja, ook wel een beetje. Ja. Ja, want ik zie iets op jouw gezicht wat ik niet echt kan duiden. Nou, wat is er? Wat gaat er in jouw hoofd? Ik dacht eerst, wordt het een gesprek zoals Benny van Dijk dat met die dansmarathon had op een gegeven moment. Je kan het! Terwijl je denkt dat iemand helemaal. Oh. Maar hij is goed bij geest. En volgens mij is dat ook heel belangrijk als je zo'n zware tour onderneemt. Dat je je kopje erbij houdt en weet wat er gaande is in je lijf ook. Ontzettend knap. Ik denk dat hij het zo mag uitlopen als ik dit zo zie. En ik vind het toch leuk dat je toch Frank ergens een beetje met Wendy van Dijk vergelijkt. Ze zeggen ook vaak tegen. Dansmarathons zijn we net.